Onderzoekend leren staat centraal in EPIC 2. Alle begrippen vanuit de eindtermen en de leerplannen worden via bronnenonderzoek onderzocht door de leerlingen. Op die manier hebben leerlingen hun eigen leerproces in handen, wat hen voor geschiedenis ongelooflijk activeert. Bij de selectie van bronnen en vragen wordt in EPIC 2 vertrokken vanuit de eindtermen, maar hebben we ook de klassieke inhouden in een nieuw jasje gestoken, zijn verfrist, die zijn samengebundeld tot boeiende te onderzoeken onderwerpen. Dat geeft de leerkrachten de kans om ook het historische verhaal een belangrijke rol te laten spelen. Heel wat doelstellingen van het leerplan gaan ervan uit dat leerlingen een historisch referentiekader moeten opbouwen. EPIC 2 kiest voor een chronologische opbouw, wat het mogelijk maakt voor leerlingen om interactie tussen beschavingen te onderzoeken en ook die interactie tussen het oostelijk bekken van de Middellandse Zee en het westelijk bekken van de Middellandse Zee te begrijpen. Vier synthese-lessen zorgen ervoor dat leerlingen na enkele lessen heel duidelijk de verbanden kunnen onderzoeken tussen lessen en de kans krijgen om hun ruimtelijk en chronologisch referentiekader echt vast te zetten.